Erik Valkenburg, zo ben je ziek. Een paar dagen later lig je aan de basis van een winnende treffer in de laatste seconde. Het kan verkeren. Het kan verkeren en ik ben hartstikke blij om dat ik op tijd hersteld ben. Dus ja, ik was even, zoals iedereen bijna in Nederland, lag ik er even uit. En nou, ik ben nog steeds een beetje verkouden, maar fit genoeg om op het veld te staan. Deze boost doet het beter dan vitamine C, denk ik. Absoluut, en zeker de overwinning, die is fantastisch. En, nou, ik ben blij voor Tom dat hij mag invallen en dan in 5 minuten dat ik hem voor de goal vrij mag zetten. Ja, dit is gewoon een hele belangrijke overwinning. En, ik hoop stiekem dat we dit kunnen doorzetten en dat we volgende week tegen Heracles dit door kunnen zetten. Want ja, dan kunnen we echt een beetje naar onder afstand nemen en kunnen een beetje naar boven kijken. En dan hebben we wat meer lucht dan vorig jaar. Vorige week tegen Feyenoord stond je niet in de basis. Nu was je even ziek, maar dan sta je ineens toch weer in de basis. Wat gaan we doen op die nummer 10 positie? Nou, ik denk dat ik ja, gewoon hard mijn best doe. En mijn doelpuntjes en mijn assistjes. En, nou ja, ik denk dat ik vandaag veel kopduels heb gewonnen en veel strijd erin heb gegooid. En dat is denk ik wat er gevraagd wordt op die positie. Het is een positie dat je veel werk moet verrichten voor anderen. Ook veel gaten en veel ruimte creëren voor anderen. En ja, hopelijk maak ik zelf ook nog wel wat meer doelpunten dit seizoen. Zoals vorig seizoen dat wel beter lukte. Maar aan de andere kant, als ik ze zo kan afgeven, dan is het ook goed.